Hoe raak je je huis kwijt in tijden van crisis? Sommige makelaars die schakelen verkoopstylisten in. Andere huizenverkopers die geven hun Porsche erbij cadeau. In Zevenbergse Hoek hebben ze nu ook iets bedacht. Een weekendje proefwonen. Gratis een weekendje weg? Kom naar Zevenbergse Hoek. Goedemiddag, tot wel. Dank u wel. Dag, middag. Goedemiddag. Tot wel. Mooie ruime indeling. Ja. Waarom deze actie? Kunnen jullie deze huizen aan de straatstenen niet kwijt? Nou, het is een moeilijke tijd voor projectontwikkelaars. Er zijn veel huizen te kopen op dit moment en weinig kopers. Veel mensen hebben schrik op dit moment om te kopen. En wij doen er alles aan om toch deze woningen aan mensen te verkopen. Ja, want van deze 10 huizen van 5 ton zijn er nog maar 3 verkocht. Oh, ideaal. Geweldig. Ja, heerlijk. Prachtig. Echt een Frans balkon. Wat een rust hier. In je hoofd heb je zoiets van, ik vind het een leuk huis. Ik wil nog een keertje kijken. Maar hoe is het 's avonds? Hoe is het 's nachts? Hoe is het 's ochtends als ik wakker word? Nu heb ik eigenlijk al het gevoel dat, ik weet niet hoor, ik spreek voor mezelf. Nee, maar dat klopt. Dat wel goed zit. Maar toch juist net dat kleine stapje. Daar doe ik heel graag aan mee en Wim ook om dat te ervaren. Dus wij gaan lekker een weekendje genieten. Een roestvrijstalen oven. Een heerlijke lichtbank. Prachtig gedekte tafel. Een trampoline. Een heerlijk lichtbad. En een heerlijk bed. Nou, ik wilde jullie eigenlijk nog een weekendje naar de Schelling, maar Zevenbergzoek is eigenlijk ook hartstikke leuk. Nou, lijkt me heerlijk zo'n weekendje. Kan iedereen gewoon komen? Iedereen kan zich wel aanmelden. Maar wij gaan wel alleen met de echt geïnteresseerde mensen kijken. En aan de hand van de bezichtiging bepalen wij in overleg met onze opdrachtgever of het weekendje, zeg maar, overnachten, of dat voor die mensen mogelijk is. Bankje, flatscreentje, hier een leuke, zo'n lekkere met een Serge Longhe er zo aan. Hij is al ingericht door Wim. Ja.